Volgens Ruth Bos is Suriname zover om een vrouwelijke president aan de macht te hebben. Als we kijken naar de ontwikkelingen, geeft de politiek aan, dan komen er steeds meer vrouwen op de voorgrond met betrekking tot politiek hier in Suriname. Ik moet zeggen dat het een opgaande lijn is in vergelijking met toen ik begon. Waar het echt, als je één vrouw op de kandidatenlijst hebt, dan heb je veel. En verder zijn alle posities voor de mannen en misschien helemaal onderaan weer vrouwen. Maar als je dus nu bijvoorbeeld zeker kijkt naar het parlement, de regering mogen er meer vrouwen zijn, maar de trend is positief. Dan moet ik zeggen dat de vrouwen die al de jaren, eigenlijk moet ik zeggen van misschien vanaf mevrouw Bella Richard, dat dus vrouwen nu eigenlijk toch wel meer voor de politiek kiezen, want het is ook een keus die je maakt. Maar ook dat de vrouwen de gelegenheid krijgen om ingezet te worden binnen hun politieke partij. Dus dat is een heel positieve ontwikkeling, vind ik. En hoe kijkt u binnen de NPS zelf, is deze ontwikkeling ook mee te nemen? Nou, ik denk dat de NPS een van de eerste partijen is die dus gezegd heeft van vrouwen horen erbij. Vrouwen moeten ook partijpolitiek. Weet u, hebben we in alle organen een vrouw. Op dit moment ben ik zelf waarnemend voorzitter van de adviesraad. In mijn afbouwperiode, wat de politiek aangaat. U ziet ook bij de NDP heb je ook vrouwen in als ondervoorzitter. Je hebt een vrouw ook die dus nu een mevrouw Del Castillo, voorzitter van een partij. Dus we zien een positieve trend. Maar het is nog lang niet wat het wezen moet. Na mevrouw Simons en ik, als voorzitter en ondervoorzitter van het parlement, is het een mannenzaak nou geworden. Tot nu toe hebben we geen vrouw als president, niet als vicepresident. Dus we hebben nog heel veel werk. En zeker als je kijkt in het Caribisch gebied, hè, heb je wel vrouwen aan de leiding. Je hebt genoeg potentie bij vrouwen, je hebt genoeg vrouwen die het kunnen. Dus ik kijk uit naar de politieke partijen wanneer ze dus een vrouw gaan voordragen. En misschien moeten ze beginnen voorzitter te worden van een politieke partij. Want meestal is het de voorzitter die president wordt. Of die dit wordt. Of dat, weet u, dus misschien moeten we nou ook gewoon die partijen overnemen. Denk u dat Suriname ready is voor een vrouwelijke president? Long time overdue. Lang. Er is heel veel potentie. Echt waar. Dus het zou elk moment kunnen, zoals de Berlijnse muur in één keer neergevallen is. Ik hoop niet dat het bij ons ook dat moet worden. Maar binnen de politieke partijen allemaal en daarbuiten heb je genoeg potentie. En je gaat ook vergelijken van hoe doen die mannen het. Is er een vrouw die het even goed zou kunnen doen of zelfs beter kunnen doen? Gaat u maar na op de opleidingen. Toch? Heb je meer vrouwen zelf in verschillende delen, laat maar zeggen faculteiten van de universiteit. Op elk gebied zie je de vrouwen een echte push krijgen, zichzelf een push geven. Ik kijk ook sterk naar de vrouwen van het binnenland, die echt heel hard onder zeer, zeer moeilijke omstandigheden toch studeren. Al moeten ze een taxi rijden of wat dan ook om te studeren. Dus er komen verkiezingen in 2025. Hè? Ik hoop dat de vrouwen een betere positie krijgen. En als u kijkt naar de NPS, er zijn ook heel veel jonge vrouwen die participeren binnen de NPS. Wat heeft u aan hun te zeggen? Want zij zijn de toekomst van de partij. Blijf je inzetten binnen de partij. Blijf je scholen, want de politiek is een wetenschap. Dus behalve dat je dus zorgt dat je een behoorlijke bagage hebt, anders ga je het werk in het parlement niet kunnen doen. De economie is complex. Als je niet geschoold bent in die richting of een andere richting, denk niet dat je even het werk zou kunnen doen. School je, volg trainingen binnen je politieke partij, leer alles wat je kan leren, zodat je dus een breed georiënteerd bent om voorzitter van het parlement te zijn, DNA-lid te zijn, president te worden. Zorg voor een goede basis. En nog iets, behalve de kennis, zet je hart ook erin.
toch? Want vaak denkt men van ik ben geschoold en zo. Maar als je geen contact hebt met het volk, als je niet weet wat ze denken, wat ze voelen, als je je hart, want je denkt met je hoofd, denk ook met je hart, zet je hart ook erin, dan word je beste politica. En als we kijken naar richting 8 maart, Internationale Dag van de Vrouw, wat is uw boodschap naar die samenleving toe? Laat me kijken eerst de situatie in Suriname. Hè. Vrouwen hebben het nu ontzettend moeilijk. Het is verschrikkelijk moeilijk om je kinderen misschien zelf naar school te sturen. U weet dat soms kinderen om beurten naar school moeten gaan. Ik wil de vrouwen gewoon poweren. Poweren om voor hun gezin te blijven zorgen. Eigenlijk ook de mannen poweren op Vrouwendag om hun vrouwen, hun gezin te blijven ondersteunen. En hard werken, blijven werken. Als het 1 baan is, 2 banen, ga je dat gewoon moeten doen om je gezin op te voeden. En wanneer je kinderen groter zijn, zal je de benefit daarvan hebben.